Vanmorgen is bij graafwerkzaamheden aan de Johan de Witlaan een gaslek ontstaan. De Johan de Witlaan en de boulevard Heuveling zijn om die redenen afgesloten vanmiddag voor het verkeer en het werd omgeleid. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Ja, op de hoek van de Johan de Witlaan, boulevard Heuveling, daar is een gasleiding geknapt bij werkzaamheden vanochtend rond 10 uur. Flinke gasleiding, hoge druk, dus er was gevaar voor de omgeving en daarvoor zijn wij direct groot uitgerukt om de straten af te zetten en de politie is erbij ingeschakeld. Een paar minuten geleden is de gasleiding weer gedicht, dus dat heeft even geduurd. Zijn er ook evacuaties geweest? Ja, we hebben op de hoek van de Johan de Wit Boulevard garagebedrijf Polman ontruimd en ook de woningen die daar direct naast lagen en boven. Die mensen zijn opgevangen op het stadhuis. Dat was waarschijnlijk wel verschrikken voor die mensen dan. Het is altijd schrikken, want het was goed te horen. Gelukkig waren de weersomstandigheden goed. Dus de gas ging eigenlijk gelijk omhoog. Er was weinig te ruiken, maar we hebben wel constant metingen verricht. Zodat we weten hoe dat het gevaar is en wat we moeten doen. En op dit moment lijkt het allemaal onder controle. En hopen we zo snel mogelijk de weg weer vrij te geven, want het is hier altijd erg druk. Wat voor gevaar kan er nou zijn als er zo'n gaslek is? Ja, wat bij deze gaslek, het was 3 bar, als we technisch gaan worden. En dan is het gevaar dat er, als er een ontsteking bij komt, dat je een enorme grote steekvlam krijgt. Het is niet zo dat we dan denken aan een enorme explosie of zo. Dat is niet het geval, maar echt een hele grote steekvlam. Maar gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. Ongeveer 1,5 uur zijn we hier geweest om alles in de gaten te houden en de mensen ook te waarschuwen binnen te blijven. En de mensen die weggingen konden ook eventjes niet terug naar hun woning. Totdat Liander hier was, dat is een leiding van Liander. Die waren toch redelijk snel te plaatsen en die hebben de boel gedicht. Hoe merkte u dat de gaslek was begonnen? Vanmorgen vroeg eigenlijk al. Want om 8:15 hoorde ik ook sissen in het huis. Ik dacht wat vreemd, maar omdat er natuurlijk ook werkzaamheden zijn op de boulevard Heuveling, dacht ik nou, ik zal even kijken. Dus ik deed even mijn rolluik omhoog. Toen zag ik eigenlijk niks, maar wel tegen 10:00 wel veel brandweer. En toen klopte de brandweer of de politie aan en zei van u moet hier weg? Een van mijn bewoonsters boven die kwam ook even waarschuwen. Ze zei nou als ik even van bovenaf, ik heb best een groot huis, kijk naar beneden, dan hoor ik het zelfs ook nog. En dan zijn we allemaal mensen om ons heen. Het was eigenlijk vlak bij ons. Nou, toen werd ons verzocht om de ramen en de deuren dicht te houden. Maar later kwamen ze inderdaad aanbellen. En van dat we geëvacueerd zouden worden en naar het gemeentehuis konden gaan. En u bent daar goed opgevangen? We zijn heel goed opgevangen. Dat was petje af ervoor. En ook de burgemeester is nog geweest en heeft ook even met ons gesproken en heeft ons ook gerustgesteld.